In het weekend van 11 en 12 juli vond er een modelvliegevenement plaats op het terrein aan de Vogelenzangseweg in Liende. Zo'n 50 vliegers vertoonden hun kunst in het weiland. Het weekend, georganiseerd door de Betuwse Modelvliegclub, trok enkele honderden bezoekers. We hebben onze jaarlijkse vliegshow hier in de Betuwe, zeg maar. Net zo, hè? En dat organiseren we dus eenmaal per jaar. En dat is nu uit mijn hoofd de vijfde keer dat we dat nu doen. BMC is al ruim 30 jaar actief in de Betuwe en houdt zich bezig met het bouwen en vliegen van radiografische bestuurbare vliegtuigen en helikopters. De vereniging heeft een 60-tal enthousiaste leden die in leeftijd variëren van 13 tot 80 jaar. Nou, dit is puur hobby, zeg maar. We hebben wel een verkiezing, maar we hebben dus een jury achter de hand en die beoordeelt dan wel de jongste deelnemer en zo, spectaculairste model en dat soort zaken. Maar het is niet dat we echt figuren gaan vliegen en dat gaan beoordelen, dat niet. Het is gewoon vrij vliegen, maar we proberen dus wel te kijken van iemand belonen, zeg maar, die wat ook echt wat brengt aan show. Dat doen we dus wel. Dit model wordt aangedreven door een Jetcat P140, die zit hier achterin. Dat is de motor. En vervolgens nemen we voor de vlucht ongeveer 1 liter of 3 aan brandstof mee. Die zit dus in dit gedeelte. Om de motor te voorzien van brandstof hebben we daar een speciale hoppertank voor en een pomp. Deze tank die verzorgt pure brandstof zonder dat er lucht bij komt. Want op het moment dat je 1 luchtbelletje in je motor hebt, dan kan die uitvallen. Deze pomp die pompt de motor of de brandstof naar de motor. Vervolgens hebben we hier nog de ECU, de Engine Control Unit. En die controleert zowel het toerental als het vermogen als de temperatuur van de motor. Hier zitten de ontvangers, links en rechts eentje. Ja, zo alles met elkaar. Dat werkt op 2,4 GHz, dus dat houdt in op dezelfde frequentie als telefoons of andere dergelijke apparatuur. Dit is de powerbox en deze zorgt ervoor dat de accu's die hier zitten, de stroom, rechtstreeks naar de stuurvlakken gaan, die je nou dus kan zien bewegen. Volgens de buienradar blijven tot een uur of 5. Dus om te voorkomen dat de hoge stroom van de accu's door de ontvanger gaat, gaat die rechtstreeks door de powerbox. Gewoon doorgaan. En dan hebben we hier nog 2 kleppen zitten. Er zit een pneumatisch systeem in waar ongeveer 10 bar op zit. En die zorgt ervoor dat de wieltjes door middel van lucht dus in en uit kunnen gaan. Ook zitten er schijfremmetjes op. Dus ik kan, als ik te hard binnenkom voor de landing, kan ik gewoon zeggen, ik zet bijvoorbeeld 4 bar op mijn landingsstel, op de schijfremmetjes, waardoor het model afremt, voor het geval dat het veld aan de korte kant is. Ik heb net gevlogen met een Avanti van Seebart, aangedreven met een, zoals je daar kunt zien, met een Jetcat P140 motor. Dat is een echte turbinemotor die echt werkt zoals een normale straalmotor ook werkt. Als je bijvoorbeeld op vakantie gaat met een Boeing 747, het principe van die motor is hetzelfde. De brandstof die gebruikt wordt is ook hetzelfde. De temperaturen komen overeen, dus in principe is het een echte turbinemotor. Deze die gaat niet zo heel snel, die is beperkt tot 275 km per uur. Maar in de hobby kan het wel tot 400, 450 km per uur uitlopen. De elektronica is flink verbeterd de afgelopen 10 jaar. 10 jaar geleden waren de motoren nog zelfbouw. En toen moest je die motoren die draaien ongeveer tussen de 100 en de 150.000 toeren per minuut. Er zitten compressors en turbinewielen in. En als die niet goed gebalanceerd zijn, ja, dan is er natuurlijk altijd de mogelijkheid dat er iets gebeurt. Tegenwoordig kun je die motoren niet meer zelf maken. Worden die allemaal kant-en-klaar geleverd. De elektronica is verbeterd, dus de kans dat er met de elektronica of met de motoren iets misgaat, die is beperkt. Maar natuurlijk, er gebeuren altijd ongelukken. Momenteel vliegt de BMC in het weekend of woensdag op een veld gelegen aan de Vogelenzangseweg in Liende. Kijk voor meer info op www.betuwsemodelvliegclub.nl.